Welkom aan boord op de Aquanaut 1250 Hanna. Aan de hand van deze video zal ik jullie het schip uitleggen. We beginnen in de keuken. Dit is een vastkoopplaat. Dus drukken, draaien, even vasthouden. En dan doet hij het. Kachelbediening, dat knopje rechtsboven, dat is aan of uit. En hiermee kunt u de temperatuur regelen. Het toilet achter. Beide toiletten zijn identiek op dit schip, dus ik leg achteruit. Het is na gebruik de schakelaar naar links voor water en naar rechts voor afpompen. De douche onder de kraan zit een rode schakelaar. Als je die uittrekt, dan is de douchepomp in bedrijf. Dus tijdens douchen, pomp aan. Schakelpaneel. De eerste is voor deze klokjes, die blijft altijd aan. De tweede is verlichting en de derde is douchepomp en drinkwaterpomp. En de vierde is bielzepomp. De stroom die wordt ook uitgelegd in het boordboek. Mainzone betekent in ieder geval schip is verbonden aan landstroom. Een hekschroef. Twee keer is aan. En de richting van de joystick is de richting van het schip. En één keer is uit. De motor. Op contact. En dan verder naar rechts. Motor loopt, let erop dat het koelwater uit de uitlaat komt, dus de koeling van de motor. De gashendel, als je in de andere richting wil, eerst 2 seconden in de neutraal en dan pas in de andere richting. De motor uit, eerst stop en dan contact af. Deze pen op het kruis zetten. Achter is van de rem los. En naar voren is de rem vast. De pen in het gat zetten. En dan met vooruit achteruit komt het anker omhoog. Dit losse trapje kun je in het midden van het schip aanhangen als de uitstap te hoog zou zijn. Drinkwater. Aan beide zijden van het schip zit een dopje voor drinkwater. Alsjeblieft de derde dag bijvullen aan beide tanks, dan zit u nooit zonder. Brandstof is genoeg voor 2 weken aan boord, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. De zwarte kabel is voor de walstroomaansluiting. Als je deze wilt wegnemen, dan eerst de landzijde los en dan pas het schip.